boys, tof jullie kijken naar deze nieuwe video. Ik ben Floris en vandaag zitten we op Warzone. Hey boys, vandaag gaan we weer lekker een potje Warzone spelen. Zoals jullie gisteren hadden kunnen zien, hadden we lekker een potje Domination gespeeld natuurlijk. En vandaag gaan we lekker een potje Warzone spelen met in trio's eigenlijk. Ja, ik ken al die grapjes niet, want ja, het is helaas geen solo meer. Maar dat maakt niet zoveel uit. We gaan kijken gewoon waar ze naartoe gaan. We gaan naar hospital, zie ik. Dus, let's go. Dus kijken of we dit potje een beetje fatsoenlijk kunnen maken. En kijken of we een beetje ver kunnen komen. Dus ik ben nog nooit eerste geworden. Dus ik zal ook niet erg... Ja, we gaan natuurlijk wel voor de eerste plek. Maar ja, we gaan natuurlijk... Ja, ik ga het ook niet erg vinden als we een beetje niet op de eerste plek komen. Maar we gaan... Oh, shit. We gaan gewoon ons best doen, weet je wel. En kijken of we gewoon eventjes lekker wat wapentjes en goede stuff kunnen vinden natuurlijk. En dat is helemaal mooi. Yara, hey. What up? Ja, van vroeger, weet je wel, het is geniaal. Allee, nou, ammo boxje, heerlijk. Maar jongens, als jullie deze video leuk vinden, geef natuurlijk even een duimpje omhoog natuurlijk. En als je de vorige video ook leuk vond. Ja, dit keer staan nu wel de reacties aan. Vorige keer had ik de reacties, waren blijkbaar niet aan. Niet dat ik ze heb uitgezet, want ik vind dat het geniaal om die reacties te lezen. Maar ja, ik dat kon blijkbaar niet. Dus in ieder geval... Ja, beter staan ze dit keer nou wel aan, weet je wel. Maar in ieder geval, let's go. En we gaan eens even lekker rondlopen. We hebben wat ammo'tjes, we hebben een bodyplate eindelijk. Weet je wel, kunnen we een max HP hebben. Lekker man. En kijken of we een beetje goed verder kunnen spelen. We moeten ook natuurlijk een beetje op onze teammates letten. Want ja, ik kan natuurlijk niet met ze communiceren. Dat is helemaal ruk. Maar ja, binnenkort heb ik vast wel weer een keer iemand die mee kan spelen. En dan wordt het gewoon duo's of... Ofwel zelfs trio's, als er nog maar iemand kan vinden die met mij mee wil spelen. Hier kunnen we niet meer verder, dus dan gaan we even deze gekke zipline knallen. Hoppakee. Trouwens, dit wapen wat ik nou net in mijn handen vast heb, is voor mij helemaal kut. Ja, dat ding is dus een tyfusbeurs. Daar heb ik nou helemaal niks aan. Daar voel ik nou echt helemaal niks voor. Het is gewoon echt tien keer kut. Maar dat maakt niet uit. We gaan gewoon door, weet je wat. Het is gewoon... het is allemaal niet erg. Maar het is gewoon alleen maar een hele dikke vette schaap. Lekker man. Ja, zit hier in een infuuskamer, jongen. Bang van, man. Yep, we gaan even full gas naar boven. Hoppakee. Lekker hoor. Ik ga even hier kijken. Hier nog wat ammo'tjes erbij. Ah, beter is een lekkere kist. Nou, beter. Hier, er komt er even bij een shotgun niet geramd, jongen. Bang van. Hoi. Oké, we zijn full ammo. Nou, hartstikke mooi natuurlijk. Hier nog een kistje. Oh, baaskistje. Lekker hoor. Een crossbow. Die kan me alles geven, maar zo'n tyfus ding, dan moet je me... Ja, ik heb trouwens nog nooit een crossbow gehad, maar... Dan kreeg ik me nou in één keer een crossbow, terwijl we een video aan het opnemen zien. Nee, daar vraag ik ook echt om, weet je wel. Ik vraag om een fatsoenlijk wapentje, niet om zo'n ketting ding wat 100 jaar de lucht in vliegt. Maar oké, dat maakt niet uit. We gaan gewoon door, we gaan gewoon lekker door, weet je wel. Daar boeit helemaal niemand, we gaan gewoon door. Maar hier is op dit moment helemaal niemand. Oké, daar zijn wel mensen. Moving. Maar ja, dat is voor de rest niet zo erg. Die zijn al een beetje op afstand, weet je wel. Dus, blijf op afstand. Jongens, laat ook even weten van wat jullie deze dag allemaal doen in deze tijd, weet je wel. Want ja, ik ben nou echt heel veel buiten de laatste tijd. En ben ik gewoon allemaal wat dingetjes aan het maken en zo. Maar laat weten wat jullie nou aan het doen zijn. Want ja, ik verveel me eigenlijk helemaal een rambam eigenlijk. Maar ja, we kunnen er ook niet zoveel aan doen dat we allemaal thuis moeten blijven. Dus ja. Hoppa, even bij die teammates blijven zo meteen. Ik ga eventjes hier... Wat zijn ze daar aan het doen dan? Nou, zo, even wat... Oh. Wat is dit? Een shotgun. Jongens, mag ik ook wel anders krijgen dan een shotgun? Maar dat zal vast niet. Ja, weer zo... Oh, dat is een snipertje. Daar denk ik wel wat meer aan. Hoppatee. Een soort... Ja, weet ik veel. Een barrette zit er meer. Ja, ik heb geen idee. Laat maar hangen. Hier nog een zo'n ding, hartstikke mooi. Gaan we eens even hier kijken. Er is nog weinig actie, maar misschien kunnen we zo meteen een beetje bij actie, even bij actie in de buurt komen. lekker, shit, nee, ja, nee, ook niet. Ha, kak, huts. Ja, maar wat is dit nou weer? Ik hoorde wel een kist hier ergens, maar ja, nou, daar kom ik natuurlijk weer niet bij, hè. Zit hier boven? Hoe kom ik hier boven ook alweer?
Stay alert. Oh shit, ik ben getagd. Kut. Oh hier. Ah. Dit is heel chill, die teammates die ik heb. Dat is naar verwacht. En dan pak ik deze chest en dan ga ik even mee met ze. Ja, laat maar hangen. Hier, geef mij dit wapen terug. Ben je serieus? Lekker man. Oké, okay, dit is een redelijk lekkere gun eigenlijk. Dit is met medium kogeltjes. Helemaal beter. Nou, je bent natuurlijk hunted. Oh nee, hun? Nou, je teammate is gehunt. Oh, laat maar hangen dan. Switch sheets. Nou, ik hoef geen switch sheets, maar... Ik kom even kijken naar een andere kant, hoe ik... Nou, ik ben helemaal knettergek, weet je wel. Ja, waar de fuck, waar rijden we nou natuurlijk helemaal heen? Nou, dat is natuurlijk ook niet. Ik ben gek van. Oh shit, gast. Ik heb een knal eraf, zo dat ik mijn kogel heb. Dat is natuurlijk weer helemaal kut, want iedereen kan toch zien dat wij hier... Wat had hij dan weer hen? Zijn die mensen of zo? Nee, dit is lekker. Hallo? Ik heb natuurlijk wel een tandtoetje wapen, maar... Voor afstand is het natuurlijk weer helemaal niks. Zit die mensen binnen ofzo? Wat? Ik dacht dat ik een kist hoorde. Staat hij hierboven die kist ofzo? Of? Ik heb geen idee, grap. Enemy UAV overhead. Enemy UAV. Enemy. Lekker man. Ja, beter kunnen we zo even wat actie. Ja, we hadden een beetje een actie kunnen droppen, weet je wel. Dat is geniaal, maar... Hey, nou kunnen we een beetje onze placement pakken. En dan daarna gewoon eventjes kills maken, toch? Dan kom je wel redelijk het verst, eigenlijk. Ja, ik kan toch ook helemaal geen ammo meer oppakken. Ik word maar gek. We kunnen helemaal niks meer. Speciaal met dit, eigenlijk. Ik zou liefst één zo'n enemy even helemaal kapot... Ik zit vast in de stelling. Helemaal kapot wil ik knallen. Maar we kunnen steeds geld oppakken. Hier waren we net. Die vent had gewoon een dikke vette rondje gereden. Maakt me niet uit. Maar dat maakt toch niet uit. Want we gaan toch lekker door. We gaan lekker loot verzamelen. En geef mij nou eens even zo'n tyfuskist. Dankjewel. Ja, maakt niks aan. Ja, wel. Wat zit dan weer? Ik heb nooit gesnapt op dit ding. Enemy UAV overhead. Enemy UAV. Wat kan ik daar nou mee? You're safe. You lost the enemy trackers. Nou, top. We zijn niet gehunt. Lekker. Helemaal top. Oh, zo. Ik heb eigenlijk op dat ding schieten, wist je dat? Dat is niet handig. Een sniper. Nou, dit ding ziet er wel beter uit als een sniper. Dus laten we dit ding maar meepakken. Dat is natuurlijk niet voor een hele verre afstand, lijkt mij. Wat doe ik nou? Oh, ik loop er langs op aan gelijk boek. Wat is dit dan? Oh nee, ik hoef niet zo'n gun. Laat me hangen! Nou, dat is helemaal niks, hè? Is dat? Nee. Dat is een shotgun ammo en zo, weet ik het allemaal. Oh, panzer. Ai, dat is wel chill. Ha! Nee! Nou, maar weer. Nee, dat toch ook weer niet, hè? Dat, kan je dat ding niet eens op je rug doen, want dan krijg je alweer. Ja, kan je wel op je rug doen, maar. Je kan hem niet als die in dat cirkeltje staat, je kan hem niet als special item meenemen, laat het zo zeggen. Dat dacht ik eerder, maar. Ik was echt gewoon er echt op. Een flinke unit. De Pina, jongens, hier, dit ding bedoelde. Kijk, die kan je meenemen, die shield, maar. Hier jongen, een dikke vette unit hier, oh de pila, word je bang van man. Oh hier, even kijken, wat is dit? Beacon. Wat is dit? Light machine gun? Ja, daar heb ik natuurlijk niks aan. Ja, ik ben niet zo... Daar kan je zo langzaam mee rennen. En een dikke unit achter op de rug hangen, weet je wel. Dan denk je van, ja maar what the fuck, wat bon ik ermee? Maar ja, schieten natuurlijk. Maar hè, je rent nog steeds niet echt lekker snel. En hier kan je tenminste mee beuken. Even zo'n tyfus ding, weet je wel. Geef me nou eens eventjes een dikke vette bolt of zo, weet je wel. Gewoon waar je eventjes flink iemand er even een korreltje mee door de kop gaat rammen.
Nou, die gasten zien natuurlijk naar dat in geen vlucht. Nou, lekker dan. Bunnen ik weer lekker mee. Ja, ik ren natuurlijk ook niet gelijk erop af. Ja, hun als een dolle aars komen ze eraan natuurlijk. Maar hey. Wat gaan we nou doen? Wat is dit ding? Is er weer zo'n Jannes? Laat maar hangen dan. Nou, we zitten nog steeds in de Sabonde 7 zo. Hartstikke mooi. We hebben een Molotov geunlocked. Hartstikke goed. Ja, ik kan mijn UV inroepen, maar ik vind het op dit moment nog niet echt de reden. Of het noodzakelijk. Ja, totdat we worden aangevallen natuurlijk. Maar op dit moment, ja. Voel ik niet echt de stress van zo'n enemies op dit moment. Dus ja, ik denk, laat maar hangen. Ja, laten we nog maar eventjes bewaren, weet je wel. Maar tot ik echt weet dat we zo meteen in danger zijn. We hebben wel echt flink geluk. We zitten de hele tijd met de cirkel mee en zo. Dat is geniaal. Maar jongen, ik zweer, dit is het eerste potje van de dag dat ik echt legit Warzone speel. Maar als we vandaag legit echt zo ver komen, weet je wel, dat ik er gewoon bang van word, dan ga ik echt geniaal. Dat vind ik echt mooi. Het eerste potje wat ik speel, weet je, we komen gelijk zo verder. Dat is echt goud. Goud, zeggen we dan. Helemaal goud. Ja, ik ga hier toch wel even naar boven, pikkies. Want ik kan tenminste nog iets doen. Ja, natuurlijk, ja, en niet zo heel slim natuurlijk, maar... Ja, ik hoop dat het hun dat waren met die deurtjes. Als ze dat niet waren, dan voel ik me eigenlijk op dit moment een beetje... Oké, daar hoor ik wel enemies schoten. Oké, ai. Als ze dat niet waren, dan zijn ze zo meteen dood. Dan druk ik in mijn eentje over. Dan is ik nog naar de koelak, totdat die dicht zit, weet je. Dan houdt het ook al op, maar... Daar gaan we natuurlijk niet voor. We gaan natuurlijk niet voor die wind. Maat, ai, dit ding is veel beter. Ja, dat is gewoon bam, 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 bam. Dat is gewoon klaar. Ja, dat hoef ik niet. Laat maar weer hangen. Dan too chill. Maar misschien hebben we een loadout drop zo meteen en dan... Oh, nee, 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 nee. Oké, beter. Wat is dit? Alright, top. Kan ik hier iemand erop zien? Ja, ze worden wit natuurlijk, maar... Ja, kut, sorry. Hij één knocked. Ah, twee dood. Lekker! Hey, dit is een goeie. Nou, teammates, gaan jullie er maar op af. Maar ik heb natuurlijk 100 body plays voor deze. Ah, hier een. Wat is dit? Een lightning strike. Wat? Nee! Oh, dit! Oh mijn god, what the fuck. Nee, ik vertrouw dat niet. En die teammates laten mij ook gewoon compleet achter. I hit. Ja, kut, sorry. Ja, teammates, Steve nou even aan top. Wat zijn jullie nou aan het doen? Je zijn echt flink aan het pushen en rushen en alles. Fuck. Ja, laat maar hangen. Ik vind het goed. Als ze nou even zo moeten terugkomen, dan... Ja, dan kunnen ze daarin. Ja, enemies... Ik snap ook niet waarom ik twee keer klik, maar... God van... Wat een dikke downies, hé. De tering, hé. Ah, zo, de redeployed, ja. Dat hoop ik wel, ja. Ik hoop in ieder geval wel dat ze gewoon terugkomen, weet je wel. Want als ze dan terugkomen, kunnen ze op die waypoint waar ik ben, kunnen ze gewoon even rustig... We're not all here. Regroup in a safe zone. Ja, kunnen we gewoon even rustig chill doen, maar ja.
Die gast zit er natuurlijk 100 jaar in die tyfus, hoor. Oh, not the chum. Oké, hier moet ik eigenlijk heel snel weg. Ren, 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 ren. Ja, natuurlijk, hè, die tyfuslaaiers. Die kunnen ook helemaal niks. Kut, 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 kut. Ren, ren, ren. Oh mijn god, ze zitten heel erg achter mij, man. Fuck! Ja, tyfuslaaiers, jullie kunnen ook helemaal niks. Ja, natuurlijk. Oh, hoeveel man zijn we nog? 48? Nee, dit is helemaal kut, dit. Oh, fuck! Ja, natuurlijk komt er daar ook zo'n parachutist weer. Verschrikkelijk, zeg. Nee, dit is kut. Dit is helemaal kut. Hieroverheen, 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 hieroverheen. Ja, 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 ja. Enemy UAV overhead. Nee. Zijn ze nou allebei geliefd? God, tyfus lions. Nou, jongens, nu sta ik er weer alleen voor, hoor. Hier, dit is natuurlijk helemaal kut, weet je. Als je niet samen met mensen en met je vrienden kan spelen, weet je. Dat die allemaal niet online zijn, weet je. Want dat heb ik natuurlijk weer. Maar ja. We kunnen in ieder geval... What the fuck? Got gas inbound. Safe zone relocated. Contract failed. I don't see him. Ja, dat is helemaal top dat je niet ziet. Dat is helemaal gunstig voor mij, weet je wel. Daarna heb ik weer ammo nodig. En dan, natuurlijk kan ik dat nou op dit moment niet vinden. Dan sta ik hier kut. Kut. Ja. Ja, verschrikkelijk. Ja, nee, als ik... Oh, ik pleur nou eigenlijk je dood, hoor. Oh mijn god, ik hoorde toch eigenlijk het voetstappen, dat dacht ik. Maar oké, gelukkig niet. Kijk, hier is zo'n targetieve zooi. Wat is het? Hi. Een bounty. En er komt ook nog zo'n tyfuskarretje aan. Godverdomme. Ja, ze helemaal kut. Oh, ik dacht echt dat ik zo'n sniper ding zag, hè. Zo'n tyfussterretje. Mag ik ammo hebben? Nee, natuurlijk niet. Ik ren ook toch weer helemaal in het open, hè. Ik ren toch ook helemaal kut. Het is weer echt dikke, vette, snel. Precies dat. Ja. Ja, jongens, kijk eens hoe goed. Ja, dit gaat toch perfect, hè? Ik kan een potje blazen. Nee, dat gaat echt. Dat is echt. Oh, ik kreeg een. Ja, even ammo pack of zo. Kan ik dat kopen? Hoeveel geld heb ik überhaupt? Ik heb tante nog geld. Self-revive. Wat tyfus, waar staat dat? Self-revive kit. Knockdown, lekker. Oké, chill, dus ga ik helemaal dood. Dik. Hiet! Ik heb zelf die revive kit, toch? Kut, hoe kon ik komen? Ik kan me. Ik keek echt nooit in mijn. Heb ik dat ding nou of niet? Self revive. Waar staat dat ding dan? Sniper, bullets. Heb ik dat ding nou gekocht of niet? Zelf een 5 kit, ja. Munition box, ja, die moet ik even hebben. Staat dat hier in? Nee. Kut, dat is natuurlijk weer. Dat is wel de goeie, laat maar. Oké, okay, top. En shield turret, nee. Oh, tyfus. Ik zat helemaal geblokt in die tyfusmuur, hè? Oh, dat was helemaal kak. Ai, beter. Oh, natte Gerda. Oh, dat wordt echt ook helemaal kut, dit. Helemaal scheid. Oké, ai.
Gewoon 5 kills, hè jongen, ik zweer, ik ben nog nooit zo lekker gegaan. Terwijl ik nu aan het opnemen ben, gaat in één keer hartstikke goed. Ik zweer het je, dus heel raar. Maar zo'n kut, ik heb het over mezelf zeg. Oh, kut. Als ik dit nou zeg, weet je, dat betekent zo meteen dat ik een compleet finaal dood ga. Dus ja, helemaal kak. Is toch ook helemaal scheid, hè? Dit is gewoon... Oh, oh god, dat ding daar verdwijnt. Die verslaan, ik schrik me toch helemaal kapot van die... Oh ja, hier zit natuurlijk die loadout drop. Wat is dit? Dan ga ik snipen. Ja, dat heb ik natuurlijk niet nodig. Ik heb een bolt. Dit is al een bolt van iemand. Ja, dit is een... Nee, dit is een dusty. Nog wat. Laat maar hangen. Contract failed. You're out of time. Waar ben ik out of time? Is die gulag gesloten? Oh, er staan toch op een tijd dieven veel. Oh, nazi's. Woehoehoe. Na ta 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 ta. Wat kreeg ik nou dan? Ja. Kakzooi. Ik heb het op zich wel netjes gedaan voor hem 14e. Ik dacht van als ik nou op de grond ga liggen, weet je, dan zien ze me helemaal niet meer. Maar ja, ze dachten van ja, pleur maar even aan top. Ze hadden natuurlijk ook weer zo'n tyfusvrachtwagen, daar word je natuurlijk weer bang van. Maar in ieder geval, ik vind het in ieder geval een GG game voor hoeveel ik het alleen heb gedaan natuurlijk. Dus jongens, ik hoop dat jullie het sick vonden, of het weer leuk vonden, dat ik eventjes een Warzone potje doe. Als je wilt dat ik dit ga livestreamen, laat het weten in de reacties of wat ik moet gaan doen. Of een nieuwe game, of laat het weten, of moet ik F1 gaan spelen weer, laat het weten. Dus jongens, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. En dan zeg ik bye bye mensen. Later.